wat mee te maken met wat je net zei. Eigenlijk is dat hele Jezus-project dat hier dan in dat boek staat, ontstaan vanuit mijn interesse om een film over Jezus te maken. En dat bestaat al heel lang. Ik heb altijd, dat zeggen, hoogdravende ideeën gehad om films te maken over zeer belangrijke mensen. Of het nou Adolf Hitler is, of Jacques d'Arc, of Alexander de Grote. Jezus was er ook bij. Niets daarvan is gelukkig gemaakt. En het idee van die film over Jezus komt eigenlijk uit de jaren 80. En ik heb toen in die tijd, omdat ik dacht, nou ja, wat is er nou eigenlijk precies van die evangelie? Hoe moet ik die evangelie precies lezen? Die vraag is dat moet ik alleen maar letterlijk lezen. En denken, dit is waar. Wat is nou eigenlijk, wat kan ik onderscheiden als voor mij iets dat zin heeft? Of waarvan ik denk dat het een soort iets met een toenmalige realiteit te maken heeft. Hoe kan ik dat uitzoeken? En ik heb toen dat boek van Schillewix gekocht, het portret van de levende, wat ik heel interessant vond, maar natuurlijk maar omdat het ook heel erg theologisch is en ook zeker niet altijd over de historische werkelijkheid van Jezus gaat, natuurlijk ook wel beperkend vond. Nou ja, in ieder geval, ik ben naar Amerika vertrokken in 1985 van allerlei problemen die in Holland veel cultureel en politiek ontstonden. En heb toen gezien, in het eerste jaar dat ik in Amerika was, zag ik dat er een groep Amerikaanse, meest zou ik zeggen, protestant, liberalen, was samengekomen in wat dan nu het Jesus Seminar wordt genoemd. Dat is een groep van, zeg maar, 70 theologen, misschien nog meer, minder, het wisselt een beetje. Sommige mensen zijn een jaar mee, gaan er dan uit, of zijn verhuisd, of wat dan ook. Maar het is een groep theologen, ook wel mensen die alleen die misschien niet wel allemaal academisch gevormd zijn, maar niet allemaal theologisch of predikers of whatever. Die komen bij elkaar en dat was opgericht in 1985 door Robert Funk om in principe erachter te komen, en daar kunnen we het eigenlijk allemaal heel uitgebreid over hebben, wat Jezus nou precies had gezegd en wat hij nou precies had gedaan. De pretentie van het seminar is altijd geweest die twee dingen te kunnen ontrafelen, althans daar een handleiding voor te kunnen verschaffen. Van hoe je de evangelie moet lezen en welke elementen je moet zien als dicht bij de realiteit of de realiteit zelf. Nou ja, met alle restricties dan wordt die realiteit, maar beter geformuleerd, is dat iets dat Jezus echt gezegd heeft en is dat iets dat hij echt gedaan heeft? Heeft hij het misschien gedaan? Heeft hij het waarschijnlijk niet gedaan, maar wie weet. En heeft hij absoluut niet gezegd, nooit gedaan. En dat hebben ze dus eigenlijk 15, 20 jaar zijn ze daarmee bezig geweest. Ik heb de meeste van die seminars, die dus werden georganiseerd, 3-4 dagen lang, veelal in Santa Noma, dat is de Napa Valley, dat is daar boven San Francisco, waar je een goede wijn kan drinken. Er wordt ook heel veel wijn gemaakt, alle Amerikaanse wijn komt bij daar in Napa Valley. Dus dat hebben we natuurlijk veel gedaan, maar ik geloof niet dat het resultaat van onderzoek invloed heeft, maar denk ik niet. Maar, ja, er zijn mensen die denken dat Jezus zoveel mushrooms in paddenstoel had genomen, had gegeven dat het allemaal daaruit kwam. Ja, allemaal psychedelische toestanden en psychologische theorie. Maar, ik ben daar dus naartoe gegaan, ik heb me aangemeld in 1986, dus één jaar na dat het opgericht was, omdat ik in de krant lees, las, in de Los Angeles Times, dat dit was opgericht. En ik denk, nou ja, waar kan ik betere research vinden dan met 70 theologen die met mij gaan vertellen wat Jezus nou precies heeft gezegd en wat niet. En daarom ben ik dus eigenlijk tot vrij regelmatig, tot de laatste paar jaar dat ik ook in Holland was, ben ik daar naartoe gegaan en heb ik daarmee samengewerkt. Zij vonden het een fantastisch idee dat ik een film over Jezus wilde maken en dat ik de moeite wilde nemen om daar een paar jaar te studeren. Door met hen te praten, door erbij te zitten en erbij te zitten, mee te doen in uiteindelijk mee te doen met de conversatie, met de discussies enzovoort. Het resultaat, voor degenen die geïnteresseerd zijn, het resultaat van die 15, 20 jaar denken en wegen, pikken en wegen over Jezus ja en nee gezegd hebben dingen, is neergelegd in twee boeken die je kan kopen. En dat is de, zeg maar, eentje over de authentieke woorden van Jezus en eentje over de authentieke daden. Die waren ook dat gestuurd. En die boeken zijn in 4 kleuren gedrukt. Dus rood, dat heeft hij gezegd.
zoals even de leider van het seminar, Robert Frank, heeft gezegd, that's Jesus. Dat is nou precies Job. Dat is zijn eigen stem. Dat kan niet anders dan Jezus zijn. Dat is zo scherp geformuleerd, zo dens gekomen. Dat kan alleen maar van één persoon komen die die visie had, die dat kon, die dat enzovoort. En dat is Jezus. En dat is rood. Dat is niet zoveel rood. In die boeken staat niet veel rood. Maar toch heel belangrijke dingen zijn rood. En tenminste, die van belang acht voor Jezus. En er is ook veel. De volgende kleur is paars. En dat is, zoiets heeft Jezus gezegd van wel gedaan. Niet precies, het is niet, je kan niet zeggen, dat is dat precies zijn woorden, zo heeft hij precies gezegd. Nee, je kan zeggen, maar zoiets heeft Jezus gezegd of gedaan. Dan is het dus grijs, blauw. En dat is misschien wel, wie weet. Misschien heeft hij dat gezegd, niet dus voor tegenargumenten. Weten het niet, maar het zou kunnen. En zwart is niet gezegd, niet gedaan. Heel veel zwart. Zo, die twee boeken zijn uitgekomen en die hebben mij dus in grote eerste instantie heel erg geleid om mijn theologisch denken, voor zover dat dan nu bestaat, te preciseren. En de resultaten van dat seminar zullen ongetwijfeld ook in dit boek zijn doorgedrongen, maar ik wijk ook in het boek daar tamelijk van af. Er zijn heel veel dingen die ik gebruik naar voren breng, die het seminar ongetwijfeld zal zeggen, nou dat geloof ik niet, of dat niet waar, of dat of dat. Maar goed, dus het is afwijken van het seminar, maar veel dingen van het seminar zijn natuurlijk wel gebruikt en heb ik geprobeerd, zoveel mogelijk, wanneer ik teksten aanhaal uit het Nieuwe Testament, zoveel mogelijk binnen rood en paars te blijven. Tenzij ik het echt mee oneens was, en dan heb ik dus gedacht, nou, dat hebben ze zo gezien, maar dat zie ik. Dus dat is eigenlijk de weg die ik ben gegaan om research te doen. En dat heeft een research van 20 jaar zijn bijna. Merkwaardig genoeg, omstreeks 2000, begon ik te denken dat een film maken over Jezus eigenlijk buitengewoon lastig was. Omdat het woordje wat je in een boek kan schrijven, het lijkt me waarschijnlijk dat. Of misschien is dit. Of ik denk dat. Ik geloof dat. Dat kan je eigenlijk bij film niet doen. Dus alles wat je dus bij een boek kan doen, namelijk een zekere nuancering, je overtuiging, zeggen, nou ja, dat is misschien waar, het lijkt erop, ik vind het zo, dat is bij een film onmogelijk. Het woordje misschien in beeldtaal bestaat eigenlijk niet. Je kan dat niet, als je het heel ingewikkeld doet, dan heb je zo'n film als Rashomon, waar vier verhalen op verschillende hoeken worden gedaan. Maar als je dat continu zou doen, wordt het natuurlijk een chaos. En zo, dus film leent zich heel slecht voor het woordje misschien. Ik denk dat. En ik vond eigenlijk wat ik zelf had bedacht, ontdekt en wat voor mij een soort van realiteit was ten aanzien van Jezus, vond ik zo interessant geworden op dat moment, dat ik dacht, nou ja, ik beweer in het boek dat ik probeer de evangelie te ontspinnen. En het woord gebruikt het woordje spin van de Amerikaanse politiek, hè, politieke spin. Dus dat dit is er gebeurd, maar in de grond staat er dat. Het is altijd gekanteld, opgedraaid of wat dan ook. Hè. We gaan naar Saddam Hussein aanvallen, want er zit atoomwapens op, maar ik weet het niet aan. Maar goed, dat hebben we in 10 jaar. Dat is spin. Dus alles wordt zo geturnd en gedraaid dat het handig is. De namen van de evangelisten natuurlijk, maar misschien ook al om andere redenen, die Jezus niet als een hele revolutionaire rebel willen neerzetten. En die alles hebben geprobeerd om dat aspect van Jezus, punt 1, weg te werken. Over andere aspecten die ik behandel, namelijk de rare vertoningen die ongetwijfeld in 19 plaats hebben gehad bij de exorcisms, dat wordt allemaal een beetje tegengehouden als je leest hoe Mark exorcisms beschrijft en hoe Matthäus en Lucas dat doen, 10, 15 jaar later, dan merk je dat die alle scherpe kantjes van zo'n exorcism schreeuwen, brullen, grommen, vastpakken, dat is er allemaal uitgewerkt, dat wordt allemaal geneutraliseerd en dan wordt het allemaal Jezus heft zijn hand op en bommels gebeurt. En bij Marcus is dat allemaal een beetje brutaal en wordt er eigenlijk gewoon nadrukkelijk gezegd dat hij allemaal rare geluiden uitstoot als dat gebeurde. Dat aspect is door de evangelisten weggewerkt en natuurlijk ook het politieke aspect, namelijk wat ik denk dat als iemand het koninkrijk Gods aankomt, dat voor Israël, Palestina, ik zal het Palestina moeten noemen, Israël natuurlijk. Maar dat de politieke situatie daar was natuurlijk dat die evangelisten en de christelijke gemeentes in die tijd onder
man eigenlijk te aanbidden, zo je dat wilt, of als God te zien, of wat dat beeld vond. En die tegelijkertijd door de Romeinen was gekruisigd als rookvloeraar. Ja, zelfs het woordje lesters dat daar in de buurt staat, en zelfs uit Jezus eigen mond wordt genomen, zogenaamd, dat is natuurlijk bijna toegevoegd, maar niet heel goed echt, maar van zijn jullie hier gekomen om als een guerrilla-strijd of revolutionair opstanding te pak te nemen. Dat suggereert eigenlijk voor mij, die er allemaal op ingaan, dat Jezus door de Romeinen op zijn minst werd gezien als een revolutionair. En dat de kruisiging die hij of voor misdadigers was, weggelopen slaven, dan wel opstandelingen, waarvan de eerste twee die in mijn opzet niet op Jezus toepasbaar zijn, moet Jezus dus een opstandeling geweest zijn. En als Mark zegt, de twee opstandelingen naast de ene. En als Lucas nog eens benadrukt dat het niet zo is dat er twee misdadigers naast hem hingen. Nee, dat er nog twee misdadigers naast hem hingen. En dat staat er eigenlijk. Nog twee. Bij Lucas. Dus Jezus werd gezien als opstandeling. En de kruisiging, de Romeinse straf, opstandeling. Voor iemand die opstandeling is, is dat natuurlijk eigenlijk ook begrijpelijk. Vooruit de Romeinen gezien was de prediker van het Koninkrijk Gods dat zou komen. Maar dat zou komen, dat Jezus absoluut overtuigd was dat zou komen. Dat dat tegelijkertijd betekende weg met de Romeinen, weg met de Romeinen. Dat is impliciet aan het woordgebruik, zou ik zeggen. En aan dat woordgebruik, vanwege dat woordgebruik, is Jezus ongetwijfeld ten dele eigenlijk gekruisigd. Daarnaast, als het altijd zo geloven, dat is waarschijnlijk juist dat er stond, geen koning de Joden, denk ik, die Jezus naast dat erop. Dus, want dat is de foute woordje dus, dan heeft hij natuurlijk niet gestaan voor een periode, want het zijn heel logische dingen die de Romeinen zo heel logisch waren. Dus daar heeft natuurlijk iets gezaad aan, heeft zich uitgegeven voor de komende periode. Dat was natuurlijk inherent dat Jezus, geloof ik, dat Jezus gedurende dat jaar anderhalf dat hij gepredikt heeft, eigenlijk gedacht heeft dat als het koninkrijk Gods komt, en ik denk dat hij langzaam tot die overtuiging is gekomen, dan neem ik in dat koninkrijk een leidinggevende positie aan. Noem of je nou Messias, Messias wil noemen of niet. Ik denk dat hij dat echt is gaan denken. Ja, een soort van hubris. Maar dat is de realiteit. Een van al die dingen die ik met enige, niet schroom, maar toch zeker met enige aanhalingstekens, vraagtekens enzovoort, toch in een boek presenteer als mijn waarheid. Althans wat ik denk. Dat de relativering die ik kan aanbrengen daar ten aanzien van mijn eigen gedachten. Die is in veel niet mogelijk. En ik dacht, als ik nou pretendeer dat ik alle spin, politieke spin, of welke andere spin dan ook, uit de evangelie tracht te halen en het boek presenteer als een spinloos iets. Dat is natuurlijk niet waar, maar goed, ik heb dat geprobeerd. Maar dan is die veel dieper erger, want dan is er alleen maar mijn waarheid. En die wordt niet gerelativeerd. En denk, nou, ik vind wat ik ontdekken ben ik zo aardig, waarom zou ik dat nou meteen helemaal volbouwen met spin en dan mijn versie van. Veel moet je het naar het drama bedrijven, moet alles verkort worden. De dingen die belangrijk zijn, die zijn een beetje saai misschien, dat gooi je er dan uit. Uiteindelijk denk ik dat je rotzooi gaat. Dus mijn interesse in Jezus is zo groot geworden dat ik het eigenlijk zonde vond om er een film van te maken. Of ik ooit door een andere gedachte kwam, weet ik niet. Maar op dat ogenblik is dat zo dat ik dat denk, nou dat is eigenlijk zo interessant, die man, zo belangrijk, dat ik daar geen film over moet gaan maken. En inderdaad ben ik in de laatste jaren, ben ik lang de gedachte nou, ben ik aan het overswitchen naar Janita. Dat past er beter bij mij, met al die vrouwen natuurlijk. Ja, bestoken, dat wordt ook een beetje. Dat weet je daar ook iets meer over natuurlijk. Meer over, natuurlijk. Natuurlijk is het meer bekend over, zeker meer bekend. Maar het is natuurlijk ook zo dat er lekker gevochten wordt enzovoort. Er is een reactie en als eigenlijk het reduceert op. Het reduceert haar geloof, reduceert zich toch tot de stemmen van de heiligen, die ze ongetwijfeld, ongetwijfeld hoorden. Wat dat er ook was, ik denk dat zelfs dat het ene gedeelte van hun brein is dat tegen het andere gedeelte praat, dat denk ik dat het was. Maar zij was dan overtuigd dat het de stemmen van de heiligen waren, of de stem van God desnoods. Dat heeft ze absoluut gehoord. Dat is geen vraagteken daarover in mijn hoofd, maar dat is het nog. Terwijl bij Jezus alles gaat, volgens mij. Gaat alles natuurlijk van wat belang is over Jezus, van Jezus voor ons nu. Niet wat het zo'n God is, maar de ethiek van Jezus, zoals neergelegd in de
parabels en een bepaalde uitspraak. Alles kort samengevat, heb je vijandig lief. Ik hoop niet dat iemand van ons daartoe in staat is, maar ik bedoel, een poging in die richting zou nog steeds moeten worden gewaagd. En de parabels geven eigenlijk aan, of ja, ik weet het niet, de parabels geven aan Jezus' introductie van een nieuwe ethiek. Nieuwe binnen het Joods denken. En dat is het belang van Jezus. En ik denk juist dat de parabels zich helemaal niet zo lenen voor filmen, maar dat je gaan visualiseren. En uiteindelijk denk ik, nou ja, nogmaals, een ander argument is dat mijn, de essentie van Jezus voor mij nu, dat de parabels zijn en zijn ethiek die daaruit springt, naar voren komt. En dat het onzin is eigenlijk om dat te proberen te filmen, want dan gaat het alleen maar op achteruit. Dus ik denk daarom, heb ik dus in 2002 heb ik bedacht dat ik een boek wilde maken. Gewaarschuwd door de benen dat door mijn schrijver, mijn scenario schrijver, Jeroen Soetsman, die ook een zwak boek heeft geschreven, al mijn ogen via de mand, dus Oostenaar, Ryan, Turkwijk. Die meer zei: als jij dit verfilmt, dan zie je dat. In Amerika. Dus doe dat maar niet. En hij heeft ook gezegd: hij is een van de weinigen van de Pipstone die toen hem heeft gezegd, waarom schrijf je dat op? En toen dacht ik: A, bij de raad, en B, is het, doe ik meer aan deze persoon of aan mijn eigen denken misschien, als ik het opschrijf. Dus zo is het gegaan, en uiteindelijk ben ik dus gaan schrijven. Het is eigenlijk gebaseerd op 15 tot 20 uur interviews die ik met Rob Verscheers heb gedaan, die een biografie over mij heeft geschreven. En dat hebben we gedaan in Den Haag, dus tussen 2002 en 2005. En dat zou een lange monoloog dan worden voor mij, waar de vragen dan worden uitgesneden, zoals ze soms doen. Maar dat werkte eigenlijk niet, omdat het toch oppervlakkig werd. In een interview is de andere oppervlakkig vinden. Je kan toch niet naar Matthäus 23 of 10, 12 verwijzen. Dat houdt een interview op en dan moet je laten. Dat gaat allemaal niet goed, dus dan moet je vaag praten. En ik vond het allemaal zo vaag dat ik dacht, dat moet allemaal herbewerkt worden en dan moet echt geschreven worden. En dat heb ik dan toen gedaan. Dat heb ik weer opgegeven, of dat ik wel een redactie erop te delen zijn. Dat begrijp ik niet. Het is nog steeds onzin wat ik lees. Goed, dat is nog gebeurd en uiteindelijk is dat boek dan voor het einde.